achtercommissieleden. Regeringsbaakreactie wordt gehouden namens de 4 KBO's uit Reusel de Vierde, die ook al aanwezig zijn. En heeft vooral betrekking op de korting, zeker afbouw van de subsidie op MBVO-activiteiten. Verder onderbouwing van MBVO. Aanvullend aan de punten die wij bij het indienen van onze zienswijze hebben ingebracht, het volgende. MBVO-activiteiten zijn een vorm van fysiotherapeutische conditietraining, waardoor klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat van ouderen voorkomen kunnen worden. Daarboven bevordert het gezamenlijk uitvoeren van doelgerichte oefeningen onder leiding van een vakkracht het sociaal en psychisch welbevinden van de ouderen onder de doelgroep behorende deelnemers. Met MBVO-activiteiten wordt invulling en uitvoering gegeven aan de wettelijke taak van lokaal gezondheidsbeleid. Dat is meer dan de status zinvolle activiteit die MBVO op pagina 2 van de beantwoording ten behoeve van uw commissie wordt toegedicht. Positief is dat puur recreatief al bevorderd is tot zinvolle activiteit. Een ander belangrijk punt is de preventieve werking. Met MBVO wordt eveneens in het kader van lokaal gezondheidsbeleid invulling gegeven aan de gemeentelijke taak van gezondheidspreventie. Voorgaande onderbouwing en motivatie hebben wij het nut en de noodzaak aangetoond van MBVO. Niet voor niets is en was MBVO speerpunt van gemeentelijk beleid, dat vonden alle partijen. Wij leggen uw commissie voor dat wij niet begrijpen dat men van het speerpunt van beleid zonder enige vorm van overleg overgaat tot afbouwen van hetzelfde speerpunt. In de nota doelgericht, transparant en meetbaar is dat niet te lezen. Subsidiebeleid in cijfers. In de beantwoording aangaande de financiële gevolgen met betrekking tot MBVO op pagina 2 wordt gesteld dat door het vervallen van de subsidie op termijn de deelnemers 4 euro per maand zullen zelf moeten betalen, ofwel 1 euro per les. Als de nota op dit onderdeel zo door de gemeenteraad wordt vastgesteld, dan is MBVO zeer zeker nog speerpunt van het gemeentelijk beleid. Ondersteund door het GOE hebben de Kempte gemeente een beleidscommissie MBVO waarvan elke gemeente een vertegenwoordiger aan deelneemt. Deze commissie zet zich in om de continuïteit van vakrechten te waarborgen. Ook zet men zich in om zoveel mogelijk eenheid te bewaren in de eigen bijdrage per gemeente. Woensdag in 1 december jongstleden heeft de commissie geadviseerd om volksdansen en gymnastiek met 10% of wel 10 cent te verhogen om verhoogde kosten op te vangen. Heuvel inbrek en allemaal over. Op pagina 2 staat dat de korting op het totaal subsidievolume in 2014 3500 euro zal bedragen. Wij zouden graag een berekening zien hoe men aan dit bedrag komt. Voor het geven van een goed onderbouwd advies zal uw commissie ook een berekening willen zien. Het klinkt aardig, en dat is het ook, dat de korting in 2011 nog niet wordt toegepast. Voor 2011 mag het dan meevallen, maar uw advisering gevolgd door een besluit door de Raad geldt tot en met 2014. De zaken gebeuren in stilte, zonder financiële bijdrage van de gemeente en vaak schieten vrijwilligers er nog bij in. Wij noemen deze zaken omdat wij het voorstel tot afbouwen van de MBVO-subsidie onverstandig vinden. Zolang mogelijk zelfstandig wonen met behoud van de eigen regie, zo mogelijk in de eigen omgeving, is het belangrijkste uitgangspunt van de WMO. Alle vrijwilligersorganisaties willen de KBO's en ongetwijfeld ook anderen daar invulling aan geven samen met de gemeente. Afbouw van deze subsidie werkt demotiverend. Tegen afbouw van MBO-subsidie zeggen wij dan ook nee. Zoals u weet is de adviescommissie WZW nog het enige adviesorgaan dat het college heeft. Het is evident dat deze commissie door het college om advies is gevraagd. Wij vragen aandacht voor dat advies. Bij punt 7 in het advies vraagt de commissie onder andere aandacht voor ouderen die deelnemen aan MBVO voelen zich fitter. Ze zijn in het algemeen in staat langer zelfstandig te wonen. Ze zullen minder vaak een beroep doen op persoonlijke instanties. En door handhaving zal deze subsidie indirect veel meer opleveren. Op basis van genoemde argumenten adviseert de commissie de subsidiering te heroverwegen. Resumé. Het is voor ons volstrekt onduidelijk wat er na 2011, met name met de afbouw van MBVO, gebeurt, maar ook wat de korting betreft het totale subsidievolume van alle KBO's tot met 2014. Betekent afbouwen van de MBVO-subsidie afbouwen tot nul? Mogen de gezamenlijke KBO's ervan uitgaan dat de genoemde korting op het
totale subsidievolume zijn de 3500 euro de maximale korting is, pagina 2 van de beantwoording, wil de commissie bewerkstelligen dat in de beschikkingen duidelijk wordt gemaakt uit welke componenten de subsidies zijn opgebouwd met de berekeningen die daaraan ten grondslag liggen. In hoeverre is er nu sprake van speerpunt van beleid voor MBBO-activiteiten en wat vindt de commissie daarvan? Wij vragen u om de adviezen van de commissie WZW zwaarder mee te wegen. Als men zo gaat snoeien in het groene hout, dan vragen wij de commissie en straks de gemeenteraad om daarvoor geen kapvergunning te verlenen.